Kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Hilde Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En dat mag ik normaal gezien niet doen. Zo beginnen. Nee, ik ga dat proberen zo af te leren. Maar ik ga nu vertrekken naar mijn moeke toe. Wil dat ook nog moet. Bea is al bij haar mama. Ik begin nu al redelijk laat te vloggen. Het is nu al bijna 4:30. En ja, ik ga nu dus vertrekken naar mijn moeke toe. Ik heb vandaag al 2 livestreams gedaan. Zowel een livestream van The Sims 4. En ook nog eens een livestream van Trackmania United Forever. Momenteel heeft Boo Cyderpins en Jairboss Chefke. Dus ik zal zeggen, Boo Cyderpins heeft 16 punten. Dus die staat aan de leiding. Daarna opgevolgd door Jairboss Chefke met 14 punten. Dus 2 punten verschil tegenover Boof. Dus Boof, come on hè. Jij moet de eerste plaats blijven behouden hè. Maar hoe kun je die punten alleen maar verdienen? Via bij mij te spelen. Zoals Counter-Strike, Condes Zero, Trackmania Nations Forever. Zo gelijk die gratis spelletjes. Wat jullie ook dus dan kunnen aanschaffen. En dan ook kunnen spelen met mij. Ik zal zeggen, ik ga nu vertrekken naar mijn moeke toe, of anders wordt het echt te laat. Zo mensen, na een heerlijke gaan te eten bij mijn moeke. Mijn SB is bij mij aangekomen. Yay! Ja, ik ben Bea gaan halen. Dus ik en Bea zitten hier heel alleen, wat ook mag. Punt uit. Punt uit. Ik heb eens een vraag aan jullie. Met de kabel spelen. Zelfs zo doing tegen mij. Ik heb dus een vraag. Moet ik hier op deze 3 rapen terug www. Dus www.cyclotv.be hierop schrijven. Ik heb zo'n witte stift waar je op de ramen kunt schrijven en dat dat ook heel gemakkelijk er ook afgaat. De kleur is wit. Dan ga ik mijn schatje, die heel moe ook is. Ja, dat zie je aan mij dat ik heel moe ben. Ja, ziet dat maar. Mijn voilà. Mama zei zelf dat ik even moeite uitzag. Voilà mensen, dan zien jullie het ook. Dus ik en mijn schatje gaan naar familie kijken. Naar Enzo Knol en dergelijke. En dan gaan we nog zien wat, als we dan in Drommeland geraken, ja of nee. Ja, we zullen goed kunnen zien of ik moe ben of nee. Voilà. Allee mensen, dus het, sorry dat het opnieuw zo'n korte vlog is geworden. Maar door de week weet ik nog niet echt wat te filmen. Omwille van ook nog van heel veel lockdowns. Zo liggen de cafés, de restauranten, de bowlingzaken, de sportcentra's. Ja. Die zijn allemaal gestoten. Maar als iemand het weet, zijn, of misschien weet mijn schat het, zijn de zwembaden open? Dat weet ik niet. Dat weten ze niet. Dus als jullie weten als de zwembaden terug open zijn of niet, laat het in de reactie weten. Dan kunnen we daar misschien volgend weekend eens naartoe gaan om eens ergens gaan te zwemmen. Om daar ook nog eens mooie beelden van te maken. Morgen. Morgen stond normaal gezien opnames van VRT1 op programma. Maar jammer genoeg gaat deze niet door. Wegens dat ik op reserve sta. Maar ik ga nu nog eens heel snel kijken. Ik heb me niet uitgeschreven nog niet. Misschien ben ik er wel bij of niet. Dan moeten ze het nu wel laten weten. Eens even kijken. En je hebt blijkbaar nog iemand livestreamen. Oké. Eens even gaan we eens kijken. Ook eens kijken. In de picturen. En aanmelden. Nee, staat nog altijd op reserve. Dus het gaat niet door. Ik zal eens even lezen wat er allemaal bij stond. We Mondo Casting is looking for extras for Crowned, a new TV-serie for 4.
Ground projection by... Ik ga dat in het Nederlands laten zetten. Even kopiëren. Vertalen. Kan je mee op onzichtbaar zetten. En plakken. Oui, Mondocasting zoekt extra's voor Crowned. Een nieuwe tv-serie voor 4. Crowned. Geproduceerd door Lumière. Is een 8-delige fictiereeks geschreven door Wannes Capelle, Therese Heyman en Zuzu Ben Shaka. En geregistreerd door Adil Al-Arbi, Bilal Valla en Mathieu Mortelmans. De schoot vindt plaats in Brussel van juli tot oktober 2020. Wil je erbij zijn, schrijf je in via de onderstaande link verhaal. Iedereen die als moslim in België sterft, zal zijn familieleden met een delicate dilemma achterlaten. Begraven we hem hier of in het geboorteland? Ismail, beter bekend als Smile, vindt de oplossing. Wat als we aarde zouden brengen? Uit Marokko, hier om onze doden te begraven. We beginnen een bedrijf in aarde. Zonder het besef opent hij de doos met Pandora. That's it. Het was blijkbaar iets van islam. Dat is toch niet erg? Nee, dat zijn maar gewoon mensen, hè? Ja. Oké, okay. Wij hebben echt niks tegen islammers en al, hè. Laat dat duidelijk zijn. Dat zijn het maar gewoon mensen. En, wacht hè. En moslims, dat zijn ook maar gewoon mensen, hè. Dus van vlees en bloed, gelijk wij als Belgen, als Turken, als Marokkanen, noem maar op, dat zijn maar gewoon allemaal mensen. Voilà. Maar mensen, ik ga jullie nu laten, want mijn schatje zit hier ook even wat te wachten, want we willen samen naar familie kijken, want die gaat zo meteen beginnen en dan zijn we te laat. Goed. Oké. Okay. Vergeet geen... blauw duimpje omhoog doen. Vergeet hieronder niet te abonneren en op het belletje drukken, dan weten jullie wanneer er een video online komt. En dat kunnen veel verschillende games of video's zijn. En je hoort het ook aan haar stemmetje. Ze is moe. Ja. Leven is weer al voor te rappen, hè, blijkbaar.